Wij komen hier om te zingen, maar ook iets om te leren. En dat leren vind ik ook heel belangrijk. Dat leren doen we niet zoals op school. Maar jullie gaan leren om hoe je goed je stem gaat gebruiken. En hoe je goed leert zingen. Met heel veel, met expressies. Zoals ze het heet, dat je daar niet zo een beetje bij staat. Maar dat je heel goed leert zingen en je stem leert gebruiken. En dat je ook een beetje lef krijgt op het podium. Servus bestaat op dit moment uit twee afdelingen. Een klassieke afdeling en een musical afdeling. En in de laatste voorstellingen die we gedraaid hebben, hebben er steeds kinderen meegedaan aan onze voorstelling. We zijn met een klein groepje begonnen, hebben meegedaan over de brug. En zo is het idee geboren om een aparte afdeling te gaan oprichten voor de kinderen. Dus een Servus Junior. Het gaat inhouden, we gaan net zo werken als bij de andere afdelingen. Dus we gaan toewerken naar een voorstelling. Dus we gaan nu een thema uitzoeken of een theaterstuk uitzoeken, waarmee we met de kinderen dus aan de gang gaan. En dan is het de bedoeling dat ze het uiteindelijk dus op gaan voeren. Dus even een beetje de knieën losmaken. De kinderen die al eerder zijn geweest, die weten dat ik dat altijd doe. Heupen. Nee, heupen gewoon, dat is heel belangrijk. Waar zitten je heupen? Hier toch? Of niet? Bij mij wel. Het is wel de bedoeling dat wij die voorstelling dan gaan draaien hier in de klankkast. Dus dat we dat aan ombouwen als een theater. En dat de kinderen daar hun voorstelling kunnen doen voor ouders en familie, vriendjes, wie er maar wil komen kijken. Hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee? Al onze afdelingen die hebben natuurlijk een professionele en ervaren koordirigent. En dat is in dit geval bij Servus Junior is dat Mariette Effing. Ze gaat de zang begeleiden. En het is natuurlijk ook de bedoeling dat de kinderen wat beter in de zang gaan worden. Dus we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn van de kinderen. En kijken of ze vooruit kunnen gaan. Want dat is natuurlijk wel het belangrijkste, de zang. Nummers 1, je hebt de nummers 2. 20 jaar lang niet gezien en je komt elkaar ineens tegen. En dan zing je... Hallo, hallo, hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee? Hallo, 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 hallo. Op dit moment hebben zich 20 kinderen opgegeven. En we hopen natuurlijk dat het er nog meer zullen worden. En we hebben de minimumleeftijd op 6 jaar gehouden. En... We hebben niet gezegd van 6 tot 12, want we willen natuurlijk het liefst dat de kinderen uiteindelijk doorstromen naar onze andere afdelingen toe.